hebben hier op Schiphol een nieuw en innovatief voertuig, de taxibot. Waarmee we een proef aan het uitvoeren zijn om vliegtuigen duurzaam te kunnen laten taxiën. En dat wil zoveel zeggen als dat we vliegtuigen van de gate naar de startbaan kunnen brengen zonder het gebruik van hun eigen vliegtuigmotoren. Een normale pushback trekker koppelt los na de zogenaamde pushback, het achteruitduwen van een vliegtuig. Dit voertuig blijft aangekoppeld staan tot de positie zo dicht mogelijk bij de startbaan, zodat een vliegtuig zijn motoren op zo'n laat mogelijk moment in het proces kan starten. We besparen tijdens het proces van gate naar startbaan 50-85% brandstof en daarmee wordt de uitstoot ook gereduceerd. Dit voertuig kan, ten opzichte van een normale pushback trekker die maar tweewielbesturing heeft, met zijn vierwielige besturing zowel om zijn as draaien als zijwaarts rijden. Dit zorgt ervoor dat de piloot vanuit de cockpit kan sturen met zijn neuswiel, waarmee de bewegingen volledig worden gekopieerd naar de bewegingen die dit apparaat uitvoert. Taxiën gaat vrij snel. In de luchtvaart spreken we van knopen. Het zijn 22 knopen. Dat is een krappe 50 km per uur. Het is nu nog een proef, maar we hopen uiteindelijk dat we in de operatie op Schiphol het proces met een dergelijk voertuig ook grootschalig kunnen gaan toepassen.